Vandaag, dames en heren, heeft Olly de puppycursus. Ja, en dit is al zijn tweede puppycursus. En hij heeft er niet echt zin in, blijkbaar. Maar dat betekent heel veel puppies. En Olly, wat wil je nog meer? Duimpje omhoog, abonneer en let's go! Ja, Olly, zitten we in de auto? Gaan we naar de puppycursus? Olly denkt altijd nu van, oh nee, straks ga ik naar de dierenacht. Maar hij gaat gewoon naar de puppycursus. En voordeel is dat het vorige keer regende. En dat vond Olly niet zo leuk, want hij het heel koud. Maar nu niet. Dus nu kan hij hopelijk wel met alle puppies spelen. Ja, ja, we zijn aangekomen bij de puppycursus. Olly, heb jij er een beetje zin in? Ik heb geen idee. De vorige keer was hij namelijk best wel zenuwachtig om met andere puppies te spelen. Maar ik denk dat het deze keer wel goed moet komen. Want deze keer regent het dus niet. En dat was de vorige keer wel. Terwijl hij het gewoon koud. Nu gaat het wel goed komen, Olly. Het is nog allemaal heel spannend. Zo spannend. Zo spannend. Kijk eens, Olly. Het zijn de andere puppies, hè. Het is te schattig om niet te filmen, dit. Ja, snap ik. Je snuffelen. Heb je een vriendje gemaakt? Komt weer bij mij. Ik vind het nog een beetje spannend, Olly. Het komt wel goed. Het komt wel goed. Olly vindt het nog echt ongelooflijk spannend. Oh, dan ben je ook schattig. Oh. Hier, Olly. Moet je eens kijken. Het is een leuk vriendje voor jou. Nu is hij weg. Ja. Oh. Oh. Mijn kontje ruiken, ja. Spannend, hè? Hé. Hey. Ja, mooi. Olly, kom eens hier. Nou, eerst Olly in zit. Ja, heel goed. Af. Af. Ja, heel goed. Top. Helemaal top. Nou, Olly, je kan al gewoon zitten. Af, dat kan je wel. Nu is hij weer, gaat hij weer op avontuur lekker snuffelen. Zit. Af. Oh, goed zo, goed zo, goed zo. Zo heb je afgeleerd. Zit. Een rondje. Oh. Hij doet het allemaal. Hij moest zit leren, hij moest af leren. Hij heeft het allebei gedaan. En nu mag je weer gaan snuffelen. Oké, nu moeten we Olly volg leren. Olly. Olly, volg. Volg. Hij moet wel vooruit gaan. Olly, kies. Oh. Olly, volg. Volg. Kom eens. Waarom doet hij nou niet? Blijkbaar omdat Olly er geen zin meer in heeft, moet hij waarschijnlijk poepen ofzo. Nou, ga het lekker poepen. Ga eens poepen. Oké, nu gebeurde iets heel speciaals. Want Olly werd eindelijk niet meer verlegen. De hele tijd durfde hij niet met honden te spelen, maar met deze woorden kon hij opeens wel. En dat zag er heel erg schattig uit. Gewoon een speelmaatje. Olly heeft net de puppycursus gehad. Ik weet niet of je het leuk vond. Vond je het leuk, Olly? Hij kan niet echt goed praten. Olly, vind je het leuk? Ja. Dacht ik al. Nou, nu even lekker een tientje. En Olly, jij hebt helemaal niks. Oh, is Olly een beetje slaperig? Oh, hij probeert zijn oogjes gewoon open te houden. Oh, hij is echt heel moe. Maar Olly, we gaan nog naar de dierenwinkel. Dus je moet even wakker blijven. Ja. Zo schattig, hè. Oh. Nou, Olly, we zijn bij de dierenwinkel. We moeten namelijk iets voor jou halen. Ja, we hadden de opdracht gekregen van de puppycursus dat hij dus een soort van slim spelletje moest hebben. En ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar je ziet het straks. In ieder geval, Olly vindt de dierenwinkel altijd leuk. Hé, oh, wat spannend, hè. Olly, gaan we een spelletje kopen? Kijk eens, Olly, we zijn aangekomen. En over dit soort spelletjes had ik het dus. Dit zijn zeg maar een soort van leerspelletjes, zodat Olly nog slimmer wordt. Ja, en dit moesten we dus kopen. Je hebt allemaal verschillende soorten spellen. Je hebt puzzels, je hebt nog meer puzzels. Eigenlijk zijn het voornamelijk puzzels. Olly, ga jij leren puzzelen? Hé, hey, kijk eens hier. Ja. Vind je veel te interessant. Allemaal speeltjes, hè? Hij wil heel graag rondlopen. Ja, ja, we gaan een puzzel voor jou kopen. Want door puzzels wordt de hond dus slimmer. En dat moesten wij kopen van de puppycursus. En wij houden daar ons aan, want Olly wordt de slimste hond ter wereld. Volg je Olly nog niet op Instagram? Ga hem even volgen. Moet ook een keer gezegd worden, Olly. Jij wil heel veel volgers, ja? Anders ga je huilen. Ja. Kijk eens, Olly, deze voor puppies. Vind je die leuk? Ja, hè? Nou, die gaan we sowieso in een bandje doen. En dan kan je daar een keertje... Ja, ik ben heel benieuwd of jij dit kan. Je bent heel slim. Maar ik ben heel benieuwd of jij puzzelen kan. Hij heeft helemaal nog geen concentratie. Hij weet niet wat hier gebeurt. Hij denkt gewoon, oh, allemaal speeltjes. Ja, jij wil gewoon speeltjes. Je hebt helemaal geen zin om te puzzelen, hè, Olly? En welke gaan we nog meer pakken? Kijk, deze was dus speciaal voor puppies, zoals je hier kon zien. Maar we willen natuurlijk nog meer. Ik wil twee spelletjes eigenlijk. En deze ziet er ook wel leuk uit, want hier staat ook al een tackle op. En Olly is ook een tackle, dus die nemen we ook mee. We hebben nog veel meer voor jou gehaald, hè. We hebben ook brokjes nog gehaald. Kijk eens hoeveel botjes je hebt. Dat zijn er veel, hè. Er zijn er gewoon 6 botten. En we hebben nog iets gehaald, namelijk dit. En daar hoort dit ook bij. Dit is namelijk iets dat je erin spuit en dan kan Olly dat proberen eruit te halen. En daar wordt hij allemaal slimmer van. Hey, je oor zit verkeerd. Kijk hoe schattig dit is, dames en heren. Kom eens, Olly. Kom eens kijken. Oh, okay. Dit is echt zo schattig. Oh. Ja, maar waarom doe je nou allemaal piepen?
Hij wil naar huis, jongens. Hij vindt de dierenwinkel niet leuk, terwijl we allemaal snoepjes aan het halen zijn voor hem. Hij snapt dat niet. Nee. Olly, ben je nou stout geweest? Olly heeft een ongelukje gemaakt in de winkel. Dat gebeurt natuurlijk ook met een puppy. Het is niet alleen leuk, leuk, leuk. Hij is ook nog een beetje... Hij moet nog een beetje leren dat hij buiten moet plassen en buiten moet poepen. Nou doet hij net alsof niks is gebeurd. Hij weet gewoon dat hij fout is. Ja, Olly, gaan we weer naar huis, hè? Gaan we weer naar huis? Gaan we dadelijk misschien een spelletje nog uittesten? En ik denk dat hij het eerste wat hij gaat doen is, denk ik, slapen. Want deze hond die heeft net natuurlijk een puppycurse gehad. En dat is heel veel prikkels voor hem. Dus nu is hij ontzettend moe. En dat zie je misschien nog niet. Maar we gaan eigenlijk slapen binnen 5 minuten als we thuis zijn. Kijk eens, Olly, je bent vandaag zo braaf geweest, hè? Oké, dan leggen we deze hier in de mand. Dan gaat hij die lekker opsmikkelen in zijn mandje. En dan gaat hij waarschijnlijk binnen een paar minuten slapen. Misschien slaapt hij nog voordat hij hem opeet. Want hij is echt kapot. In de auto viel hij ook al een paar keer in slaap. Oh jongens, het is alweer avond. En Olly heeft lekker geslapen. Maar ik heb nog een leuke verrassing. Oh, gaan we weer slapen, Olly? Gaan we weer slapen? Ga je weer naar bedje? Ik heb nog een verrassing voor je. Ja. Olly is namelijk net wakker. Hij heeft echt een aantal uur geslapen. Het is op dit moment namelijk al 8 uur 's avonds. Maar ik heb een hele leuke verrassing voor Olly. Omdat hij het zo goed gedaan heeft op de puppycursus. En voordat ik de verrassing aan Olly laat zien, wil ik eerst de verrassing aan jullie laten zien. Oh jongens, dit gaan jullie niet geloven, maar ik heb iets gekocht voor hem. En dit is het duurste cadeautje dat iemand ooit heeft gekocht voor een hond. Het kostte me namelijk 100 euro. 100 euro voor een puppy. Voor een puppy. Ja. In ieder geval, het is wel heel erg leuk. En ik vind het zelf ook heel erg leuk. En ik ga jullie niet meer in spanning ophouden. Dit is wat ik voor hem heb gekocht. Een 2 meter grote knuffel. Kijk, Olly heeft veel knuffels, maar zulke grote knuffels. En dat heeft gewoon geen enkele hond volgens mij. En deze knuffel is net zo... Verdient een knuffel. Ja, deze knuffel verdient een knuffel. Deze knuffel is gewoon net zo goed als Jessie. Hier, Jessie, pak hem eens vast. Deze knuffel is voor Olly, hè. Kijk, oprecht, als hij op zijn poten staat, als je hem op zijn poten laat staan... Dan is hij gewoon groter dan Jessie. Jessie, hij is echt groot. Jessie, het is voor Olly, niet voor jou. Het is voor Olly, Jessie, hey! Jessie, maar Olly is zo schat. Oké, ga maar weer weg. Doei, Jessie. Oké, laten we eens Olly gaan verrassen met de panda. Laat ik hem even wel leuk hier neerzetten, zo. Zo, kijk, nu chillt hij hem mooi en dan komt nu Olly, hopelijk. Olly, kom maar. Ik denk dat ik hem even moet gaan halen. Olly, kom eens. Olly, gaan we kijken. Kijk eens, wat is dat? Dat is van jou, hè? Kijk eens, dat is van jou. Kijk eens. Wees er alsjeblieft dankbaar mee, want het kost me 100 euro, Olly. Ja, kijk. Die is helemaal voor jou. Daar mag jij mee spelen. Ja. Oh, ja. Ja. Ga maar weer met dat andere ding spelen. Olly, kom. Je moet wel. Ik heb hier 100 euro aan gespendeerd. Ik wil nu ook dat je er even mee speelt, Olly. Kijk eens. Kijk wat leuk. Kijk. Zo leuk. Oké, ik denk dat ik er zelf meer mee ga knuffelen. Heb ik 2 meter grote knuffel gekocht voor Olly. Olly heeft alleen maar interesse aan dit speeltje hier, wat hij hier heeft. Deze vindt hij heel leuk. Deze hadden we namelijk ook gekocht in de dierenwinkel. En dit is een heel leuk speeltje, want wat je kan doen... Je hebt een soort van spuitbus en dan spuit je hier eten in. En dan kan Olly dat proberen eruit te likken. En daar wordt hij slimmer van. Het is gewoon om de brein van je hond te trainen. Oprecht, daar wordt je hond dus slimmer van. Dat vertellen ze me in ieder geval bij de puppycursus. Dus we hebben een soort van, spuitje. En dan kan je hier eten in spuiten. En dan moet Olly het proberen eruit te krijgen. Ja! We hadden dus ook in de dierenwinkel al die puzzels gekocht. En die gaat Olly binnenkort ook allemaal testen. En ik ben heel benieuwd hoe Olly dat doet. Maar dat gaan we doen in een volgende video. In ieder geval, Olly vindt zijn 2 meter grote knuffel heel erg leuk. Nee, volgens mij vind je hem niet zo leuk. Volgens mij is dit wel een misaankoop. Maar ik ga er wel heel erg veel mee knuffelen. En Olly, in de volgende video ga jij de puzzels uittesten. En gaan we even kijken hoe slim jij bent. Hè? Ja! Oh, gaan we dat druk doen? Ben je boos? Hij is boos, want jullie hebben nog niet geliked. Pak hem. Daar. Ja. Ik ben ook boos, Olly, want je hebt de knuffel niet leuk van 100 euro. Ja, kijk, dit vindt hij wel leuk. Ik moet hem gewoon eten geven. Nou ja, we kunnen in ieder geval nog heel veel leuke dingen doen met deze knuffel. Ik kan hem leegmaken en mezelf erin stoppen. Deze knuffel is zeg maar net zo groot als ik. Dus als ik zeg maar al dat foam eruit haal, dan kan ik die knuffel zijn. Dat is ook wel leuk. En dan achter Olly aanrennen. Nee, dat is echt heel zielig. In ieder geval, Olly, wij gaan lekker slapen, want het is in ieder geval alweer laat. Kijk, ik kan gewoon letterlijk deze camera... ik kan gewoon letterlijk deze camera hier neerzetten. En dit is gewoon echt mega cute. Het is gewoon te cute voor woorden. Ik wil gewoon niet stoppen met opnemen, omdat deze hond gewoon veel te schattig is. Kijk dan. En nu is er nog een puppy. Ik moet echt gewoon elk moment dat hij een puppy is, moet ik gewoon opnemen. Daarom wordt dit een vlog van 50 minuten. Hè, Olly?
Ja, ik moet echt deze camera uitzetten. De video is voorbij. We gaan slapen. Ja? Niet meer boos worden. We gaan slapen. Like, abonneer voor meer Olly. Olly zet een gekke loesoe. Ik ben Mick en ik zeg Mick out.